Na een eredivisieloos weekend nemen we het aanstaande zondag in speelronde 5 op tegen ADO Den Haag. De Hagenezen die naar de Kuip toe komen zijn net als de Rotterdammers goed aan het seizoen begonnen. De ploeg van trainer Zeljko Petrovic, die in het seizoen 2004-2005 de rechterhand was van Feyenoord-trainer Ruud Gullit, staat verrassend derde met 10 punten uit 4 duels. Wie de statistieken tussen Feyenoord en ADO Den Haag erbij pakt, ziet dat er een duidelijk Rotterdams overwicht is. In 42 eerdere edities waren we 27 keer de sterkste, 8 keer werden de punten gedeeld en 7 keer vertrokken de Hagenezen met de volle buit uit de Kuip. Ook op basis van het doelsaldo hebben de mannen van de residentieclub weinig te vertellen. 96 voor en 50 tegen. De eerste wedstrijden tegen de ploeg uit de Hofstad dateren van 1957 tot 1971. De tegenstander, die toen nog alleen ADO heette, treffen we in competitieverband 14 keer in de Kuip. En dat leverde 7 zegens op, waaronder een prachtige zevenklapper in het seizoen 1960-1961. Na een fusie met Holland Sport gaat ADO vanaf het seizoen 1971-1972 verder onder de naam FC Den Haag, die ruim 20 jaar later weer gewijzigd wordt in ADO Den Haag. In de jaren 70 ontvangen we FC Den Haag 7 keer in de Kuip en 6 keer zegevieren de Rotterdammers en 1 keer moeten we de volle buit overlaten aan de Hagenezen. In de jaren 80 en 90 staat Feyenoord FC Den Haag 8 keer op het programma. De gasten zijn 2 keer te sterk in de Kuip en 6 keer heeft het legioen reden tot juichen, waaronder in het voetbaljaar 1986-1987. Feyenoord slaat de groen-gele brigade onder leiding van een ontketende Mario Been met 4-0. Vrije trap is voor Mario Been en de afstand is natuurlijk mooi. Het schot ook, 2-0. Prachtige vrije trap van Mario Been. Die met 2 goede acties Feyenoord op 2-0 heeft gezet en de wedstrijd lijkt gespeeld. En wat een mooie vrije trap van Mario Been. Na een afwezigheid van 11 jaar keert ADO Den Haag in 2003 terug in de Eredivisie. En dat wordt een enerverende hereniging in de Kuip, want de ploeg van trainer Bert van Marwijk wint met 4-1. Mede door deze prachtige kopgoal van Robin van Persie. Van één man af, Kuit. Oh, toch uiteindelijk terug naar Swerts. En Van Persie, een goal. De tweede kopbal van Robin van Persie. Wat is er vandaag aan de hand? Het avant terrible van Feyenoord maakt zijn tweede goal. De bal ploft met een boog. Wordt hij nog aangeraakt? Zou kunnen. Over Doris de Vries in de uiterstoel. De wedstrijden tussen de twee volksclubs zitten vaak vol spektakel. Zo vallen er in de editie van 2004-2005 maar liefst 9 doelpunten in de Kuip. Met in de hoofdrol Dirk Kuyt. Geen buitenspel. Kuyt met zijn tweede. Kuyt met zijn tweede. En daar is hij. En dat is 11 minuten voor tijd. 5-3. Kuyt vraagt. Voorziet het. Pauwen zit ernaast. En Kuyt maakt ook nog even zijn derde. Om nog maar eens te onderstrepen wat voor een verschrikkelijk goede spits hij is. Een editie die bij velen nog op het netvlies gebrand staat is die van 2012-2013. Het duel tussen Feyenoord en ADO Den Haag was toen een wedstrijd waar alles in zat. Doelpunten, opstootjes, rode kaarten en een geweldige ontknoping. En het is 2-1 voor Feyenoord. En toch maar jou. Holla. 2-2. ADO met 11. Gelijke stand. Feyenoord met 10. 2-2. Immers. Beugelsdijk. Slordig. Kaak. Wordt ook rood, hè? Ja. Dat is dom. Dat is ontzettend dom. Filena Hoesten. Richting Pelle. Coutinho. Oh, wat een redding daar op de doellijn. Ook nog van Toornstra. En toch raak. Het is de Vrij. Thierry stond op de doellijn. De eerste keer was hij er niet Toornstra, maar was hij er om te keren. En uiteindelijk is het dan toch de Vrij. Feyenoord op voorsprong. 3-2 voor de ploeg, de huidige ploeg van Immers. Voor Feyenoord. 3-2 in de Kuip. We zijn aan het einde gekomen van deze Feyenoord versus ADO Den Haag.
Aanstaande zondag begint deze nieuwe editie om 12:30 en de duel staat onder leiding van scheidsrechter Serdar Guzubuyuk. Voor degenen die niet in de Kuip zitten, het duel is live te zien op Fox Sports 1.